Gaan eenverdieners er met het nieuwe kabinet nu eindelijk op vooruit? Welkom bij Uitgelicht. Goedenavond. De Eerste Kamer had deze week de algemene beschouwingen. In dit voor de Eerste Kamer belangrijkste debat van het jaar wordt het complete kabinetsbeleid doorgenomen. In de studio Peter Schalk, senator van de SGP. Goedenavond, meneer Schalk. Goedenavond. Voordat we daarover gaan praten, eerst even naar de actuele situatie in Jeruzalem. President Trump van Amerika heeft aangekondigd om zijn ambassade te verplaatsen van Tel Aviv naar Jeruzalem. Inderdaad. Bent u het daarmee eens? Nou, als je het verkiezingsprogramma van de SGP zou doornemen, dan zou je zien dat wij dit al heel lang willen. Mm-hmm. En sterker nog, ooit is de ambassade verplaatst uit Jeruzalem. Ja. In 1980. En toen een van de illustere voorgangers van Kees van der Staaij heeft toen gezegd van, wat is dat nu een wonderlijke keuze? Ja. Dat is helemaal niet nodig. Elk land kiest zijn eigen hoofdstad. Ja. Dus moet Nederland zijn voorbeeld volgen? Dan hoef ik eigenlijk niet aan u te vragen. Nou, wat mij betreft kunnen ze dat voorbeeld gewoon volgen. Dat zou op zich helemaal geen verkeerd signaal zijn. Ja, toch heeft de regering gezegd in reactie op Trump van, is een rare stap van hem. Nou ja, dat kan ik ook wel weer begrijpen. Natuurlijk moet je kijken naar de zorgvuldigheid en het moment. Maar volgens mij heeft, als je gewoon naar de inhoud kijkt, daar is de hoofdstad van Israël. Ja. En dan is het helemaal niet raar als een ambassade zich in die hoofdstad bevindt. Ja. Toch, als ik het vergelijk met de Nederlandse situatie, Amsterdam is onze hoofdstad, maar alle buitenlandse ambassades staan in Den Haag. Ja, maar dat is in Nederland dus heel begrijpelijk, omdat ook alle overheidsgebouwen in Den Haag staan. Ja. Dus Nederland is nu eenmaal op allerlei mooie manieren een bijzonder land. Mm-hmm. En ook wat dit betreft, hè, als jij vraagt van wat is de regeringsstad van Nederland, zegt iedereen Den Haag. Als we zeggen wat is de hoofdstad van Nederland, dan zeggen alle schoolkinderen Amsterdam, want dat hebben ze netjes zo geleerd. Ja. Gaat u zich hard maken als SGP om die ambassade verplaatst te krijgen van Nederland? Nou, dat is mijn taak helemaal niet. Ik zit in de Eerste Kamer. Mm. Dus als dat een thema zou worden, dan moet u bij Kees van der Staaij zijn. Ja. Maar hij heeft er vast een mening over. Natuurlijk. Als onderwerp van gesprek zal duidelijk worden gemaakt, ook binnen de Tweede Kamer, dat wij er geen enkel bezwaar tegen zouden hebben als de ambassade van Nederland ook weer verplaatst wordt terug naar Jeruzalem, hoofdstad van Israël. Oké. Okay. Gaan we even naar uw eigen toko, om het zo te zeggen, de Eerste Kamer. De algemene beschouwingen waren daar deze week. Toko. Waarin verschillen die algemene beschouwingen van de Tweede Kamer? Nou, want wordt dat nog eens dunnetjes overgedaan dan? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik merk in de Tweede Kamer, want dat heb ik natuurlijk ook gevolgd. Dat wordt altijd gedaan vrij snel na Prinsjesdag. Mm. Of in dit geval vrij snel na de regeringsverklaring. En daar zie je dat er een enorm sterk politiek spel gebeurt. Ja. Dus met name de coalitiepartijen worden daar bevraagd op de kleinst mogelijke details enzovoort. Ja. In de Eerste Kamer, Kamer van Reflectie, is het veel meer een beschouwing van hoe kijk je nu aan tegen de huidige situatie. En daar worden natuurlijk wel thema's ingebracht, maar die worden wel in die wat bredere context neergezet. Ja. En het is niet dat afvangen tussen partijen van je probeert een partij zeg maar te disqualificeren. Ja, daarom lazen we dat premier Rutte er moeiteloos, glimlachend doorheen kwam. Nou, hij heeft gewoon keihard zijn best gedaan, dat kon je gewoon merken. Ja. Maar het is natuurlijk een zeer ervaren minister-president inmiddels, die de thema's gewoon heel goed beheerst. Ja. Maar goed zijn best moest doen om senatoren te overtuigen. Mm. U heeft gehamerd op de positie van eenverdieners. Ja, was echt nodig. Komt daar nou beweging in? Of? Ja. Ja, daar komt goed beweging nieuws. In. Ja, zeker. Het bijzondere is natuurlijk, en dat moet je toegeven aan de regeringspartijen, dat ze nu hebben gezorgd dat de koopkracht voor eenverdieners nu gelijk getrokken wordt met die van tweeverdieners. Ja. Maar de kloof die langzamerhand ontstaan is, hè, dus eenverdieners betalen tot 6 keer meer belasting als tweeverdieners. Mm-hmm. Die kloof die is niet opgelost. In de Tweede Kamer heeft collega Albert Dijkgraaf geprobeerd om daar weer beweging in te krijgen. Ja. Maar de staatssecretaris die klikte de deur van de treffenzaal dicht. En zei eigenlijk van ja, dat kan gewoon niet. Mm-hmm. Nou, dat vonden wij heel apart. Dus ik heb dat weer aan de minister-president nu deze week voorgelegd. Ja. En die heeft
toegegeven, aangegeven van dat is een misverstand geweest. En er is inmiddels weer contact gelegd tussen de staatssecretaris en de heer Dijkgraaf. En wij gaan absoluut wel kijken naar mogelijkheden om deze eenverdienerspositie te bezien. Ja, maar kijken naar mogelijkheden, ja, nee, is Haagse jaar gewoon voor verschuivend op de lange baan? Dat kan. Dat kan. Ja. Maar op het moment dat de deur helemaal dicht zit, heb je niks. Mm-hmm. Als er naar mogelijkheden gekeken wordt, dan ga je ook met elkaar in gesprek. En dat heeft de minister-president ook toegezegd. Okay. Hè? De minister van Financiën en de staatssecretaris, die gaan in gesprek met de Tweede Kamerfractie. Er zal ongelooflijk veel gevraagd worden van de creativiteit en van de duwkracht. Maar we gaan dat gewoon opnieuw elke keer proberen. Ja, maar het is ook iets wat echt nodig is. Want ja. Het is gewoon puur onrecht. Ja, u heeft het betoog onderbouwd met brieven van mensen die naar u gestuurd hebben. Ja. Reageerde Rutte daarop? Was hij daar gevoelig voor? Nou, hij vond het heel mooi dat hij ze kreeg. Oké. Okay. Want zo is hij dan ook alweer. Hè? Dus positieve bejegening van zoiets. Maar hij gaf wel toe van ja, dat is niet leuk om ze te gaan lezen. Mm. Dus hij snapt heus wel dat dit gewoon heel erg pijnlijk is. Kijk, het gaat ook over mensen die soms niet anders kunnen. Hè? Dat is in die brieven, die 720 brieven, die overigens naar de Tweede Kamerfractie waren toegestuurd, maar die ik ook heb aangeboden in de Eerste Kamer en de minister-president. Daar zitten bijvoorbeeld mensen in, dat een militair die op missie is. Dus een vrouw moet voor de kinderen zorgen. Maar hij wordt gewoon afgerekend. Mm. Hè, als hij 40.000 euro inkomen heeft, betaalt hij 12.000 euro belasting. Yeah. En als die een collega heeft die daar ook zit, maar die zijn vrouw werkt, die betaalt maar 2000 euro belasting. Dat is gewoon oneerlijk. Ja, u zegt het is gewoon een oneerlijke kwestie en die moet opgelost precies, worden. Precies. Er zitten brieven bij van een mevrouw die de man is van een steiger afgevallen een aantal jaar geleden. Die man die ligt gewoon op bed, die kan niet meer werken. Ja. Dus is zij één verdiener. Pat, dan gaat er inkomen. Ja, u bracht ook een mooie nieuwe afkorting in voor uw eigen partij, SGP. Staat, geld en principe. Welke staat voorop voor u? Uiteraard de principes. Ja? Ja. Maar soms moet je je hoogtepunt aan het eind houden. Mm-hmm. Dus ik heb mijn betoog opgebouwd tijdens de algemene beschouwingen aan de hand van dat ik dingen over de staat wilde zeggen. Ja. Heb ik het vooral over de veiligheid gehad. Over het geld heb ik het vooral over de eenverdieners gehad. Een paar andere onderwerpen ook natuurlijk. En uiteindelijk over de principes. En daar heb ik het gehad over een vraag over de zondag en over die boetes die mensen moeten betalen als ze hun winkel op zondag niet open willen zetten. Maar vooral toen gefocust op een thema wat ons ook heel erg aangelegen is, zeker in deze week van het leven. En dat is namelijk dat er per jaar 30.000 kinderen geaborteerd worden. In Nederland? In Nederland. En 30% van die abortussen, dat zijn moeders die voor de tweede, derde, vierde of vijfde keer komen. Mm-hmm. Dus dat zijn recidieve gevallen. Dat is een heel naar woord, maar dat betekent eigenlijk herhaling van zwangerschapsafbrekingen. Ja. Nou, ik heb gewoon gezegd van nou, laten we nu eens even proberen weg te zijn van de discussie. Ben je nu voor of tegen abortus? Maar laten we nou gewoon alleen onderzoeken, hoe komt het nou dat de mensen voor de tweede, derde of vierde keer voor een zwangerschapsafbreking maar komen? Maar denkt u zelf hoe dat komt? Nou, daar zijn de meningen heel erg verdeeld over. Want ik heb dat natuurlijk ook gesondeerd bij een aantal van de medesenatoren. En de een zegt van ja, dat zijn allemaal Caribische mensen. Mm. De volgende die zegt van ja, dat zijn mensen die met beperkingen. En die hebben niet in de gaten wat er gebeurt. En de volgende heeft weer een andere redenering. Ik wil juist graag weten, wat is het nou? Welke mensen zijn het en hoe komt dit? En kunnen we dat voorkomen? Stel nou voor dat het waar is dat 30% recidief is en dat je dat zou kunnen terugdringen. Dan kunnen we van 30.000 abortussen per jaar naar 20.000. Zou het ook een oplossing zijn als een abortus niet meer gratis is? Nog steeds vreselijk trouwens hoor, 20.000. Maar het terugdringen naar een lager getal. Zou het ook helpen als een abortus niet meer gratis is? Ja, maar ik wil helemaal niet over geld hebben als het gaat over dit soort verschrikkelijke dingen. Ja, maar het staat geld en principes. Dus. Zeker, ja. Maar hier bij die principes, mogen geld kosten. Mm. Hè? Dus dat is een beetje een omgekeerde redenering natuurlijk. Maar kijk, al zou je ervoor moeten betalen, dan vrees ik dat nog niet. Ik las van de week een artikel van een vrouw, hè? Die werd door de familie van de man die haar zwanger had gemaakt onder druk gezet. Die kreeg wel 3000 euro als ze die abortus maar zou laten doen. Ja, ja. Dus geld speelt niet echt een rol. Nee, terugdringen van het aantal abortussen. Dat is veel belangrijk. Morgen zaterdag de Mars voor het Leven. Zeker. Loopt u mee? Absoluut. Tenminste, bij leven en welzijn. Ja, want dat vindt u dat u dat moet doen als SGP-senator. Zeker. Nou ja, moet doen. Vorig jaar kon ik helaas niet mee. Toen was mijn moeder vier jaar verjaardag. Daar wilde ik ook bij zijn. Ja.
Maar ik vind het heel fijn dat ik er dit jaar weer bij kan zijn. Want ik ben er wel eerder geweest. Ik heb er ook een keer mogen spreken. Het is echt om stil van te worden. Ja, toch een predikant uit uw achterban heeft in het Reformatorisch Dagblad deze week geschreven dat je niet mee moet lopen. Ja, heb ik gelezen. Ja, dat bent u het niet mee eens dan? Daar ben ik het niet mee eens, nee. Nee, want hij stelt dat gaat in tegen Gods woord demonstreren. Ja, ik kan die redenering niet volgen. Bovendien is dit is geen demonstratie, dit is een getuigenis. Ja. Als je daar bent en als je daar in die stilte door die stad loopt, u weet niet wat u meemaakt. Als je daar loopt, de trams staan ineens stil. Daar zitten mensen in die kijken met verwonderde ogen, wat gebeurt hier? Mm-hmm. Daar loopt gewoon een groep mensen in alle rust door dat drukke centrum van Den Haag. En, u zegt, daar gaat iets van uit. Daar gaat iets van uit en daar is een getuigenis. En dat is door een hele brede groep mensen. En ik vind het heel bijzonder dat we daar dit getuigenis kunnen laten zien. Ja, ik wens u veel zegen daarbij morgen. We gaan nog even naar het laatste onderwerpje. Ja. Dat is de leerkrachten. Die zijn nog steeds ontevreden en gaan volgende week staken opnieuw. Ja. Snapt u hun punt? Ik begrijp hun punt wel, maar ik snap hun staking niet. Mm. Die staking die gaan ze nu doen. Ze hebben van dit kabinet 720 miljoen euro gekregen. En ze willen 1,4 miljard. Dus twee keer zoveel. Ja, als ik een cadeau krijg en ik zeg meteen, kan ik een dubbele krijgen? Vind ik een beetje apart. Ja. 1. Maar vooral omdat die 720 miljoen, die moeten ze nu goed gaan inzetten. Dat betekent dat ze plannen moeten indienen, want dan komt die 720 miljoen los. Mm-hmm. En wat ze nu doen is van, oké, we hebben alvast wat, nou gaan we de anderen nog binnenhalen. En ondertussen ligt dat geld dus te wachten op hun goede plannen. Ja, u zegt dus, ga eerst wat doen, bewijs dat je dat geld nodig dat hebt en misschien nog wel meer. Ja, dat is 1. 2. Staken voor zoiets, ja, daarvan zeg ik van, dat moet je niet doen. Staken moet je alleen doen als doorwerken zonde is, hè, als dat tegen Gods gebod is. En 3, ik vind het ook pedagogisch nog eens zeer onverantwoord. Elke keer opnieuw laat deze groep aan hun kinderen in de klas zien van, ik ben het ergens niet mee eens, dus leg ik mijn werk maar neer. Mm-hmm. Stel nou voor dat die kinderen vandaag zeggen van, rekenen, vind ik niet meer leuk. Maandag doe ik het niet. U zegt, de leerkracht heeft een voorbeeldfunctie, dus zeker, die moet daar speciaal in opletten. Precies, die moet gewoon zorgen dat hij een goed voorbeeld geeft. En als je nog vindt dat er meer geld nodig is, dan zou ik het volgende advies geven. Ga nou als een razende aan de gang om ervoor te zorgen dat dat geld op de juiste manier besteed wordt. Ja. Als dat echt zo hard nodig is, dan zal ongetwijfeld binnenkort blijken dat 720 miljoen euro te weinig is. En dan te weinig. En dan zeg je van, maar wat nu? Ja. Dus ga wat meer naar de lange termijn kijken. Ja, uw achterban van de SGP, de scholen daar zullen niet meedoen met zo'n staking. Dat denk ik ook niet. Maar profiteren er wel van als er straks een akkoord ligt en er meer geld bij komt. Ja, maar dat is altijd een redenering van, vroeger noemden ze dat niet staken, wel de knaken. Mooie term, Mooie term. Maar ik kijk daar toch op een andere manier naar. Iedereen moet op zijn eigen manier proberen om dit aan de orde te stellen. Mm-hmm. En de middelen die je daarvoor gebruikt, die zijn divers. Ja. Maar die staking gaat volgens mij uiteindelijk niks helpen. Okay. Het gesprek zal er moeten plaatsvinden. En ik heb begrepen dat minister Slob heel moedig zich in het Hol van de Leeuw heeft begeven. En met die mensen in gesprek is gegaan. Ja. Maar die wil natuurlijk gewoon aan een onderhandelingstafel komen te zitten. En daar kan die met ze gaan praten. Ja, ze willen een eigen vakbond. En dan kunnen ze erover praten. En uiteindelijk zullen ze daar het gesprek moeten voeren. En zal blijken of er op de lange termijn meer geld bij komt. Mm-hmm. Maar dat gebeurt echt niet door de klasse een dagje stil te leggen. Dat is wel een signaal. Ja. Maar dat is niet een breekijzer. Dat zou helemaal fout signaal zijn als we door iets stil te leggen je ineens je zin krijgt. Oké. Okay. We gaan het dinsdag zien hoe het zich gaat ontwikkelen. Dank voor uw komst naar de studio en door dit gesprek. Peter Schalk van de SGP. Dank u wel. Dit was Uitgelicht voor vandaag. Hartelijk dank voor het kijken. Maandag bij Leven en Welzijn zijn we er weer. Dag.